Dag vrienden, was hier op. Ik ga een uurtje wat aan beweging doen. Ik ga mijn fiets nemen en mijn skateboard meenemen. Wat rondfietsen rond Mechelen en wat plekjes zoeken waar ik mijn kickflip nog wat kan oefenen. Maar dat is natuurlijk geen interessante video voor jullie. Daarom ga ik er nog iets extra bij doen. Ik zal jullie wat bijscholen. Een tijdje geleden vroeg ik me af hoe oud een flamingo kon worden. Geen idee hoe dat ik op die vraag kwam. Maar ik vroeg me dat dus af. Ik ging naar het internet en ik kwam op een lijstje van de top 10 oudste dieren ter wereld. Dieren die het oudst worden. Gewoon de langst levende dieren. En in deze video kom je te weten hoe oud sommige dieren echt wel kunnen worden. De Uni Challenge. En geloof me, ik was geschrokken. Ik hou eigenlijk echt wel van Mechelen. Dit is een leuk plekje. Ik voel me hier wel thuis. Voor ik begin aan mijn kickflips ga ik al het eerste dier opsommen. Op nummer 10 staat de geoduck. Ik hoor jullie nu al allemaal denken, ja Tom, wat voor beesten zijn dat? Dat zijn geen bekende beesten. En ik dacht ook toen het lijstje begon van, oei, dat gaan zo allemaal rare diepzeevissen zijn die niemand kent. En dus ja, eigenlijk is dat niet zo speciaal dat die zo oud worden. Maar er zitten echt wel opmerkelijk leuke dieren nog in dat lijstje. Dus op nummer 10 de geoduck. En eigenlijk is dat een soort zoutwatermossel die tot een meter lang kan worden. En dat beest wordt 160 jaar oud. Mooi jong, dat is gevaarlijk. Het volgende dier op de lijst, op nummer 9 staat. Ik heb het trouwens op een blaadje geschreven, want mijn gsm is plat. Want dat spel dat ik een paar dagen geleden heb geïnstalleerd, je weet wel, zo dino's vangen en al. Het is toch een beetje verslavender dan dat ik dacht. Okay. Over dino's gesproken trouwens, de Tuatara, de enigste nog levende dino. Want dit beest kwam 200 miljoen jaar geleden ook al voor. Dit beestje wordt 200 jaar oud. Oei. Ik ga er nu twee doen. Op nummertje 8, de rode zeeegel, wordt 200 jaar oud. Ziet er eigenlijk wel meer een plant uit, maar toch, het wordt als dier gerekend. Probeer trouwens eens in de comments ondertussen al te raden wat op nummer 1 zal staan. Mijn bril is aan het aandampen. Op nummer 7, het oudste zoogdier ter wereld. De Groenlandse walvis. Momenteel is de oudste walvis 211 jaar oud. Ze hebben zelf bij sommige walvissen afgebroken speerpunten gevonden van mislukte jacht van 200 jaar geleden. Zotte, kun je dat voorstellen? 211 jaar lang dat je gewoon in de zee aan het zwemmen bent. Zonder doel in hun leven. Dat is een psychologische mindfuck, joh. Het volgende dier op nummer 6 vind ik ook een heel interessant dier, omdat heel veel mensen dat hebben. Op nummer 6 vinden we de koi, of zo de koi, of ja, zo die vissen, die Japanse vissen of zoiets. Dat zijn vissen dat ik al regelmatig gezien heb in vijvertjes bij mensen thuis. Maar het is dus wel zo dat die vissen normaal de eigenaar overleven. Dus als je zo'n vis hebt, zo'n koi, zet die in je testament. Zotjes, hè? De oudste koi gekend was 226 jaar oud. 226, dat is meer dan twee mensenlevens. Op nummer 5, de lamellibra. Dat is een kokerworm. De Lamellibrachia wordt 250 jaar oud. Lijkt op een plant, dus ja, ja. Nummer 4. Op nummer 4 staat er een beest dat we allemaal ook kennen. Dat is namelijk de landschildpad. Dat is het langst levende landdier ter wereld. En dit dier kan wel 250 jaar oud worden. Die beesten zien er ook zo stressloos uit. Ik denk dat dat wel meespeelt. Gewoon alles in het leven heel chill en op de mak aanpakken. Natuurlijk, als ze 250 jaar oud wordt, dan heb je wel tijd om alles chill aan te pakken. Ik ga nog één plekje zoeken om te kickflippen en daarna doe ik de top 3. Op nummertje 3, de mossel. De alledaagse mossel dat wij opeten. Je kent dat wel, de Zeeuwse mosseltjes. Super lekker. Die kunnen wel tot 400 jaar oud worden. Moesten wij ze niet opeten. De volgende vind ik een beetje een valspeler, want ik wist niet eens dat dat een dier was. Ik dacht dat dat een plant was, maar de spons. De spons kan tot 1550 jaar oud worden. Amai, dat moet een saai leven zijn. En op nummer 1, de kwal. Namelijk de Turritopsis nutriscula of zo. Er is iets heel speciaals met dit dier. Namelijk, dit dier heeft het geheim ontdekt om oneindig te leven. Dit dier wordt niet ouder. De cellen van die kwal hebben een perfecte cycli. Laten we zeggen dat ze altijd perfect gekopieerd worden. Je kunt ouder worden een beetje zien als een slechte kopie of zo. Telkens een kopie van een kopie nemen, van een kopie en zo verder en verder. En uiteindelijk ziet de eerste kopie er totaal niet uit als de laatste. Wordt altijd zo wat slechter en slechter. Maar bij de kwal is de cycli perfect. Dus de kwal
is altijd een perfecte kopie van zichzelf, waardoor dat hij niet ouder wordt. Fascinerend, hè? Ik ga naar huis. Ik ben weer blij dat ik een beetje aan beweging en sport gedaan heb. Ook een beetje om mijn gedachten te verzetten. Ik heb Poes al 2 dagen niet meer gezien en ik vind dat niet leuk. Dat is een beest dat ook heel oud aan het worden is. Ik heb er een beetje last mee, daarom dat ik naar buiten wou en wat bewegen. En mijn bril is helemaal aan het aandampen. Ik ben trouwens heel blij met alle mensen die berichtjes sturen die terug aan het leren kickflippen zijn. Ik ben blij dat ik jullie aan het motiveren ben, maar besef dat jullie mij ook terug motiveren daardoor door die filmpjes door te sturen. Trouwens nog een tip, als je gaat kickflip challenge meedoen en al, zorg dat je wat drinken mee hebt. Over en out.